Voor het eerst sinds de beschrijving van malaria in Suriname is de malaria-transmissie in Suriname succesvol onderbroken. Sinds augustus 2021 zijn er geen nieuwe nationale cases van malaria in ons land geconstateerd. In dat kader bezocht minister Amar Ramadin donderdag de school van het dorp Kamalasamutu, waar een kinderboekje over malaria is geïntroduceerd. Hoewel kinderen geen kennis dragen van malaria, moeten ze wel weten hoe zij zich kunnen beschermen. Het nieuw bestuur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB, onder leiding van de voorzitter Rika Bisumbar, heeft gisteren een kennismakingsbezoek gebracht aan het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Tijdens de dialoog is er gesproken over het intensiveren van de samenwerking tussen het ministerie en de VSB. Het is de bedoeling om samen met de VSB een bijdrage te leveren aan de economische groei van Suriname. Project Implementatie Unit, PIU, heeft de president geïnformeerd over de bevindingen van de Caribbean Financial Action Task Force ten aanzien van Surinames Mutual Evaluation Rapport. De PIU-coördinator Roy Bayanach Pandey geeft aan dat Suriname scherpere wetgeving moet formuleren ten aanzien van anti-money laundering en anti-terrorisme financieringssysteem. Ook moeten er uitvoeringswetten ter hand worden genomen, als ook strengere toezicht- en rechtshandhavingsmaatregelen. Volgend jaar november zal het eerstvolgende landenrapport aangeboden moeten worden.